heb een speciale bril op. Noem wat? Speciale bril. Hoezo speciaal? Nou, ik heb een speciale bril met X-stralen. Wat? X-stralen. Wat doet dat zoiets? Dan kan ik ook van meer doorheen kijken. Ik zie je op alles zitten. Ik heb dus door de kleren heen kijken. Dus we zitten allemaal in de blokte! Ja. Henny? Ja, Frank? Zou ik dat brilje van jou eens gaan mogen lenen? Want dan zit hij waar schoon zou. Dat maakt gerust, ja. Dan, ik heb het weer voor de prijs van één. Dus. Morgen vier? Ja. Ik ook nog wel kieken, wat van kieken dan? Dat is je maakt hem zo. Niks te boven gezeten. Jongen, jongen. Oh, het hangt wel, hè. Pieter, wil ik in de auto zitten best kon? Nee, ik hoef dat niet van. Waarom niet? Ik hoef dat niet. Ik heb zo'n brilje gehad, ik heb er mee kapot. Oh, het is kerk doorheen gekeken, zeg je. Nee, ik zal het vertellen, Frank. Ik haal zo'n bril op. Ja. Ik loop bij ons ter Helmond door de Veerstraat, ja, over de weg heen. Ik zie daar heel iedereen spier naar de rond. Ja. Dus ik ga naar huis. Ja. Ik kom thuis, ik doe de voordeur open. Ja. Waar zie ik? Nee, niet. Ons vrouw met een buurman spiernagel op de bank. Ja, niks, dat wil ik. Ja. Dus ik zet die bril af. Ja. Ze zijn nog steeds spiernagel op de bank. Ja, dat is echt. Hebben niks aan. En ze vroegen tegen mensen, we gaan even over het heen. Ik zeg, maar gaan nog wat mooi. Het is best bij het rijden. Ik zeg, ik heb best laat worden. Ik heb het van de pand zitten. Ik ben Karentje en ik ben hier in het huishouden van Jan Steen. Het gierigste, armste en zuinigste gezin van Brabant. En de organisatie in de Mangoja aan mij gevraagd of ik hier in de ton wilde komen staan. Toen ik vanmorgen 10 uur heb ik met een brommer aangedeeld. En ben ik op de brommer van Kano Mango gereden. Dat is een tering en rij, dat kan ik wel vertellen. En als ik hier mee mag doen in Mango, dan krijg ik een bekendheid schijnbaar. En dat klopt. Want onderweg hier naartoe iedereen zwaaien, mijn zwaaien. Sommige mensen met twee handen zwaaien. Toen ik met mijn brommer over de A2 heen. Maar ik heb ons wel een hekel aan de brommer rijden. Het is koud op zo'n ding. Steeg, het is koud buiten. Hè? Ik kom hier in de Kwikstraat binnen en ik heb koud, jongen, koud. Komt dus moeder mij vandaag ten aangereden, lekker weg in mijn auto. Om te zeggen dat ik mijn jas, mijn helm en mijn handschoenen vergeten was. Kom ik weer helemaal terug naar kamp. Kom ik hier voor de tweede keer waargooi binnengereden, hoort er een politieagent aangeroepen. Hij zei, stop tegen mij, zei hij. Hij zei, volgens mij dat jou een brommer opgevoerd. Ik zei, denk het ook, hij gaat zo echt. Hoe hard gaat dat ding dan, zei hij? Ik zei, 80. 80, zei hij. Hij zei, je weet toch dat je maar 40 km per uur met rijden met zo'n ding? Ik zei, dat doe ik ook. Ik zei, nou 40 km stop ik en dan wacht ik onder een half uur. Ja, we hadden daar geen 2 keer op een normaal gegooid, terwijl ik hier in de groep zijn. Om hier te komen vertellen dat het crisis is thuis, hè. Zwaar crisis in het huishouden van Jan Steen, hè. En dan had ik gedacht om dat hier in het rijke wandelgooi te komen vertellen, hè, dat het crisis is bij ons thuis, hè. Blijkt het hier in het wapen van Margooi ook crisis te zijn, zeg. Tenminste, ik denk het wel, want ze kwamen een half uur geleden in de kleedkamer op met een schaal bitterballen. Ik zei, die kun je nog gewoon wegen maken, hoor. Crisis is hier helemaal gewoon. Maar bij ons thuis is het crisis van allemaal. Ons moeder, gierig. Als je bij ons thuis aan de deur staat en ons moeder doet open en dan heeft het spek, hè? Les tot op bij ons thuis een zwerver aan de deur. Die vroeg aan ons moeder, heeft hij soms iets te eten? Ja, ze is moeder, waar rennen we ons eigenlijk wel? Mag je dan wel blijven slapen, zei die zwerver? Dat mag ze eens, moeder, maar dan moet ik er wel naast opoe slapen. Verder volgende week werd hij wakker. Hij zei, ik heb genoeg dicht gedaan, zei hij. Waar hebben jullie opoe de koude voeten? Dat klopt, zei eens, moeder, ze worden vandaag om 11:30 begraven.
Heel arm gezin. Functioneel, heel arm gezin. De paasma's zijn ook heel streng. De lottebaas thuis had een blindje grond met kapotte lippen of een blauw oor. Komt als pa niet een heel eigen kijk op kinderbijslag. Heel arm gezin. Wij hebben thuis helemaal niks. Niks hebben wij. Vroeger hadden wij nog minder dan niks. Vroeger hadden wij niet een centrale verwerving. Het was maar goed dat vroeger de krattenbieten er ook waren. Ja. In de winter moesten wij dan wel flink durven zuipen om de kakkel aan te houden. Een paar jaar geleden had niks in de gaten. Ik kon de kamer binnengelopen en niks in de gaten. Zat de struus hoog breed te zitten en die kan breed zitten. Hè? Ja, eigenlijk vlot een been links en rechts over de leuningen. Hè? Ja, bij een driezitsbank. Ja, maar goed, de struis die lag helemaal getrapeerd op de bank, weet je wel zo. En ik denk, zie ik er nou goed? Ik zeg, heb jij een nieuwe onderbox aan? Ja, zeg, ik heb een nieuwe onderbox aan. Hè? Zeg, oh, gelukkig dagen dat de vulling uit de bank komt. Gisteren merken ons truus, daar zegt ze van, Bertje, dit jaar bij jouw verjaardag, ja, bedoel, het is helemaal anders, hè. Zeg, ja? Ja, zegt ze, God, die verrekte boodschappen zelf maar al, hè. Ziet dat, hè. Hey, en mee kunt mijn schoonmoeder binnen, hè. Schoonmoeder kunt binnen, ik zeg, truus, tegen ons truus gehad. Het belangrijkste hebben we in huis, de taart is gearriveerd. De vlooi. Ja. Ja, jongen. Hé, vorig jaar. Vorig jaar hakte een partij vlooi over op mijn. Oh. Heb er een hele week een vlooi moeten eten. Hè? Jongen. De hele week. Dat doet dus niet meer. Ik heb dit jaar Russisch gebakken. Russisch gebak. Ik heb acht gebaksdozen gehaald en in één daarvan zit maar wat in. Ja. Ik kijk het al zo uit als ik jarig ben. Hè. Al mijn ooms en tantes komen dan. Hè. Dat leeft nog gelijk. Hè. Die zijn niet kapot gekregen. En die komen dan, en oh, dat vind ik zo schoon, dat een weerskantelde familie. En het mooiste van al die twee families, daar accedeert die met elkaar. Die kennen dat? Die kennen dat? Nou, prinses Christina, die kent dat. Daar accedeert die met elkaar. Oh, een paar jaar geleden, jongen. Zat tante Sina van de moeders aan de kant. Die zat net voor oom en Harry van de vaders aan de kant. En dat duurde geen kwartier. Of tante Sina roept het volle 100, hè. Als ik met jou getrouwd zou zijn, dan deed ik vergif in de soep. Ja, zegt oom en Harry, als ik met jou getrouwd zou zijn, dan frat ik die soep nog op.